De laatste wedstrijd van het kampioensjaar 2013-2014 werd gespeeld in de miljoenenstad Bandung. Stad met bijna 3 miljoen inwoners. En hier de eerste kans voor Ajax. Voorzet van Becker op de Jong. Scoorde zo op een soortgelijke wijze tegen AZ. Maar treft nu keeper Wirawan. Klein kwartier later, corner van Duarte. Ingekopt door Stefano Denswil. En zo na 17 minuten Ajax op een 1-0 voorsprong. Corner van Duarte. De Jong gaat er onderdoor. Maar Denswil kopt die bal de kruising in. En deed het eerder dit seizoen ook al tegen Milan en FC Twente. En Ajax is op 1-0. Dan meteen Persip. Denswil zit hier mis. Koulibaly. In eerste instantie verdedigd door Van der Hoorn. Dan nog steeds Koulibaly. En het eerste werk voor Mickey van der Hart. En hier Tete. Met de bal op de Jong. Mooi verlengd met de hak. Richting de Sa. Voorbij Vujovic. De Sa nog steeds. Legt hem af op Bazour. Maar die vindt Wirawan op zijn weg. Hier Sim de Jong. En Bazour. Mooie combinatie. De Jong met Duarte de Jong. En raakt de bal dan niet voldoende. De Jong in de spits. Geen Andersen van Rijn en Mooijsander. Zij hebben allemaal lichte blessures. En hier Becker op Duarte. Helemaal vrij. Maar kopt een meter naast. Duarte een van de uitblinkers deze wedstrijd. Dat zagen ook Henny Spijkerman en Frank de Boer. Hier opnieuw een mooie combinatie. En weer Duarte wordt dan neergehaald door Vujovic. En de scheidsrechter houdt het bij een gele kaart. Een vriendschappelijke wedstrijd. En misschien dus beter ook. En dan Duarte zelf met de vrije trap. En dat scheelt niet zo gek veel. ...17 meter, rakelings langs de paal. Dan in de laatste minuut voor de rust haalt Denswil hier Lichon neer en Konate kan profiteren. En hij verschalkt Mickey van der Hart. Het stadion ontploft. Konate met de gelijkmaker. Toeschouwers blij. En ook op de bank vreugde. Denswil probeert hier de bal weg te halen. Raakt Lichon op de enkel. Die raakt daar ook nog eens bij geblesseerd. En dan is het voor Konate, de Malinees, een koud kunstje om Van der Hart te verslaan. Tweede helft dan, met Bazour. Bazour haalt maar eens uit. Aardig schot van de jongste Ajax-ziet op het veld. Paulsen vindt weer Bazour. Opnieuw een goed schot. Maar nu raakt links langs de andere paal. En zo zit het hem dus nog niet helemaal mee. Paulsen bezig aan zijn laatste minuten in het Ajax-shirt. Serrero in de ploeg gekomen voor de Jong. En Becker met een geplaatst schot en een goede redding van Wirawan. Debuteerde officieus tegen Persia. En nu zijn tweede wedstrijd voor Ajax, voor Geraldo Becker. Ajax heeft het balbezit. En Persip loert op de tegenaanval. Hier met twee man voor de goal. Maar goed verdedigend werk van Tete. En die voorkomt zo een achterstand. Bij Ajax is het beste er dan wel af. En komt hier de laatste kans van de wedstrijd. Goed schot van Jufrianto. En Van der Hart met wat moeite. Maar hij heeft de bal. En zo eindigt deze wedstrijd in 1-1 tussen Persip